vandaag in mijn portret? Een boswachter misschien? Nee. Een boer? Ook niet. Hier midden in de bossen woont Rob van Rijswijk. Hij is componist en muzikus. En we gaan eens kijken wat hij maakt. En dan gaan we natuurlijk ook beluisteren. Gaat u mee? Hey poes. Nou, jij woont hier wel prachtig, hè? Ja. Ja. Heel vet. Hoe kom je hier nou zo? Dit is een huis van natuurmonumenten en ja, wij huren het van hun. En dan zit je hier ineens midden in de bossen toch bij de stad. Ja. Je woonde eerst midden in de stad, ook Antikraak. Ja, ja. Dat is een heel verschil, maar hoe bevalt het hier? Ja, toen ik dit huis voor het eerst bezocht, dacht ik ook van ja, hoe zal er zijn zo achteraf, maar het bevalt me echt, echt hartstikke goed. Ja. Echt gek. Ja, je werkt hier, hè? Je maakt hier je muziek. Heeft dat ook invloed op je muziek? Hier buiten wonen, die ja, rust? Ja, hij heeft zeker invloed op je muziek. Ik heb veel countryliedjes geschreven. Ik heb laatst ook muziek geschreven voor een expositie van Joyce, dat is mijn vriendin. Mm-hmm. Die heeft geëxposeerd en haar werken gaan ook over dit gebied hier. Mm-hmm. En daar heb ik samen met een collega van mij, Jeroen Strijbos, soundscapes geproduceerd tijdens de opening. Ja, en wat voor soorten geluiden? Want ik hoor hier allerlei vogeltjes, de kippen. Ja, dan wat wij daar hebben gedaan, dat is, ja, er zijn geluiden die we hier hebben opgenomen samen met computer dingetjes, geluiden, samples. Ja, het is in feite een inspiratie op haar werk en op dit gebied hier. Heet het hier toevallig de Moerkant, Rob? Dit gebied hier heet de Moerkant, ja. Daar verderop, hier achter de bossen, ligt de Moer. Ja. En ik neem aan dat het daarom hier de Moerkant heet. Ja. En hier tussen ligt dus een natuurgebied, Huis der Heide heet het. En ja, het is ook een heel mooi gebied, heide, vennen. Uh-huh. Het lijken ven, met een korte ei of zo. En je kunt er heel goed trimmen, wandelen, alles. Ja, dat doe jij veel, hè? Want je bent niet alleen een muzikus, maar ook een fanatiek sportman. Ik hou wel van sporten, ja. Ja, ik heb het echt nodig. Ja? Waarvoor? Nou, omdat ik mede door mijn werk toch veel achter het bureautje zit. En af en toe dan heb ik weer zoveel energie en dan moet ik... Ja. Dan moet het er weer uit. Nou, laten we rustig beginnen daarmee. Ja, dat is goed. Maar het is niet zo dat ik wekelijks 3 dagen in de week aan het trimmen ben. Ik ben eerder fanatiek in squash. En ja, dat is precies wat ik 2 of 3 keer per week doe. Uh-uh. En ja, daar haal ik echt een kick uit. Dat is explosief, hè, squash. Ja, kort en heftig. Ja. Je bent met allerlei soorten muziek bezig en je schrijft toegepaste muziek voor theater, film, dans. En daarnaast speel je nog in de familie Bungalow Tent, Frits H. en de Mexicano's. Dat zijn twee entertainmentjes, zeg maar. Hè? Ja. Stammer Lee, ja. Majestic Scene, een rockband en je hebt nog veel getroubadoerd. Ja, inderdaad. Waar is het in godsnaam begonnen? Waar moeten wij beginnen nu? Het is ongeveer begonnen, denk ik, toen ik 14 was. Toen ging ik gitaar spelen. Mijn oudere zus die had een gitaar gekocht en dat deed ze op een gegeven moment niet zoveel meer mee. Maar die stond daar, dus die pakte ik op en toen ben ik begonnen. Een aantal lessen gevolgd, maar met name eigenlijk autodidact gitaar gaan spelen. En ja, gaandeweg in een band spelen, ook componeren daarvoor. Tot ik op een gegeven moment muziektechnologie ben gaan studeren. Op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En, hoe kwam je daar terecht? Ik had via vernomen dat die bestond. Toen was ik nog een jonge opleiding. Mm-hmm. Die stond net 5, 6 jaar of zo. Ja, ik moest daar een toelatingsprocedure doen. En, dus je moest wat composities laten horen. Je moest daar wat op gitaar spelen. Toen was ik aangenomen. En daar ben ik onder andere toegepaste composities gaan schrijven voor dans, daar begonnen. En computercomposities, dus veel met bliepjes en samples en dat soort werk. Mm-hmm. En ja, gaandeweg met bands optreden, dat heb ik dus ook sinds ik, sinds ik 18 ben, doe ik dat al. Ja, want als je componeert, dan zit je gewoon zelf achter je bureautje of achter je computer, dan sta je niet op het podium. Maar jij vindt het ook heel leuk om op het podium te staan, ja, hè? Ja, dat vind ik echt belangrijk.
muziek maken voor mij is ook echt interactie tussen, ja, tussen mijn medemuzikanten. En dat doe ik heel graag. En het publiek, zeker. Ja. Maar wel, wat was dan de eerste band? De familie Bungalow Tent met je broers? De eerste band was Majestic Scene. Mm. Die heeft al bijna zijn koperen verjaardag, zeg maar. Mm. Dat duurt nog een half jaartje of zo. En de familie Bungalow Tent, dat is iets wat ik met mijn broers doe. Twee broers, Paul en Mark. En een vriend aan huis, Ivo van Leeuwen. En nou, ik denk het is iets wat ik 6 jaar doe of zo. En ja, de familie Bungalow Tent is gebaseerd op onze vele vakanties. Hè? Ja, ja. In de caravan? Nee, in de Bungalow Tent. Oh! Ja, en ja, met de Bungalow Tent brengen wij zeg maar het leven van de gemiddelde campingganger ten gehoor. Is dat een bewuste keuze? Schijnbaar heb ik het nodig. Ja, het heeft natuurlijk alles heeft met muziek te maken. En muziek maken, muziek schrijven. En muziek, ja, zijn ook in principe verschillende emoties. En de ene band is meer gericht op humor. En de andere muziek is meer gericht op ja, soundscapes, op geluidslagen. Ik kan overal wel iets in kwijt van mezelf. Mm-hmm. Dus, wat kun je van jezelf kwijt in Frits H. en de Mexicano's? Want dat is een band die nu ongeveer 1,5 jaar bestaat met Frans van der Meer. Hè? Ja. Beter bekend als Berry van der Berber en Ferry van der Zanden. Ja, ja. Kun je daarin kwijt? Ja, Frits H. en de Mexicano's is een band met... ja, het zijn goede muzikanten. We kunnen lekker spelen samen. En het gaat er ook met name om mooie muziek maken, maar waar ook humor een belangrijke plaats in neemt. En ja, het publiek naar de zin maken. Dus het gaat er eigenlijk om lol te trappen. Hmm. En is dat gelukt op Lowlands bijvoorbeeld? Hebben jullie afgelopen zomer gestaan? Ja, dat was echt gek. We stonden in de show van Pierre Wint, tv-kok. En terwijl mensen aan het eten waren, dan stonden wij muziekjes te brengen, de mensen in de Mexicanen en dat soort dingen. Ruik het nog, hè? De lucht van een paar jaar geleden. Maar is dit een leuke plek om het te hebben over je rockband Majestic Scene? Ja, dat kan. Ik kan overal over hebben. Ja? Het heeft verder niet zoveel connectie, maar... Ik weet niet wat voor inspiratie je hierop doet. In deze stal, ja. Ik heb er eigenlijk hier nog... ik heb hier nog niet echt inspiratie opgedaan of zo, maar... Kan er komen? Zou kunnen komen, je weet nooit. Optreden hier lijkt me ook wel geweldig. Hmm. Ja, of het publiek daar zo leuk vindt, dat weet ik niet. Maar hoe zat het nou? Majestic Scene, je eerste band, bijna 12,5 jaar bestaan jullie, een rockband. Ja. Hoe is dat begonnen? Ja, dat begint ook, ik zat net op de HAVO en je begint met vrienden wat muziek te maken en gaandeweg blijkt dat je het toch wel echt leuk vindt en daar, ja, je gaat er steeds serieuzer mee om. En ja, ik denk dat ik nu al 12 jaar lang elke week in de repetitieruimte zit. Zo'n beetje. Zo. En dus, je vindt het nog steeds leuk? Ik vind het nog steeds te gek. Ja. Ja, het gaat natuurlijk op en neer als altijd met een band die zo lang bestaat. Mm-hmm. Je hebt tijden dat je rustig aan doet en tijden dat het weer drukker is. En, maar ja, het is zeker ook een band waar ik graag in speel. Ik kan ook veel in kwijt. Ja. Veel ja, melancholie. Rock'n'roll. Mm-hmm. Ja, lekker gitaar spelen. Ja, jij speelt daarin gitaar. Je maakt ook, jullie maken de muziek zelf. Mm. Maar dat betekent bij jou meer de muziek en niet de teksten, hè? Klopt dat?
Ik ben niet verantwoordelijk voor de teksten. Dat is onze zanger Joop van der Kuip. Mm-hmm. Filosoof en Nederlandicus. Mm-hmm. En die schrijft de meeste teksten. Ja. En dat doet hij goed. En jij componeert daarin? Ik componeer, ik heb veel nummers geschreven inmiddels. Ja. En ik ben niet de enige componist. Het is ook een proces wat samen met de band in de repetitieruimte plaatsvindt. Ik breng wel vaak ideeën aan. Eigenlijk toch graag naar binnen bij jou, want dat is de werkkamer waar je je toegepaste muziek maakt, hè? Ja. Ja, ik heb hier een kamer waar ik in ieder geval veel schetsen maak, voorwerk doe. En ik heb samen met een collega van mij, Jeroen Strijbos, een studio. En daar maken we in principe al onze projecten. En, ik vraag me altijd af, lijkt me dus heel moeilijk. Hoe doe je dat nou? Hoe componeer je een stuk? Ja, je krijgt opdrachten, hè, voor dansen, voor een film, maar mm-hmm. Hoe gaat dat nou in zijn werking? Kun je ons dat laten zien? Ja, is goed. Loop mee. Oké. Ik heb hier een programma waarmee ik audio op kan nemen en waarmee ik ook allerlei klanken aan kan sturen. Dus ik kan allerlei sampletjes die ik heb opgenomen, geluidjes, kan ik met dit programma aansturen. En ik kan ze combineren, ik kan er een mix van maken. Dus nu hoor je een sampletje wat ik aanstuur. Ja. En dan vervolgens kun je daar meerdere lagen aan toevoegen, totdat je een liedje krijgt. En in principe kun je dus elk geluid apart, zoals bijvoorbeeld de zang, kun je los laten horen. En dit kun je gaan bewerken totdat het goed klinkt. Voor films heb je ook best wel veel muziek gemaakt, hè? Wat is een van de bekendere films? Heb ik samen met Jeroen Strijbos voor de bioscoopfilm Jezus is een Palestijn muziek geschreven. Dat was een vrij grootschalig project. Mm-hmm. Daar zijn we ook wel een jaar mee bezig geweest of zo. En ja, we hebben daarnaast ook voor reclame muziek gemaakt. We hebben veel voor dans gedaan en theater. En onlangs hebben we voor een computeranimatie muziek geschreven. Het is heel divers. Ik vind elk nieuw project is zeker interessant om te doen. En ik vind het leuk werk. Mm-hmm. Gewoon muziek schrijven en toegepast voor een bepaald medium. Ik kan daar zeker op kicken. Wat heb je nou recent nog gemaakt in opdracht wat je ons kunt laten zien? Een van de laatste opdrachten is geweest een computeranimatie.
een bedrijf wat heeft deze animatie gemaakt voor als presentatie. En daar hebben wij de muziek bij geschreven. Rob, wat doe je nou op een zonnige herfstdag en je bent vrij? Zoals vandaag zou ik bijvoorbeeld, dan pak ik mijn akoestische gitaar en dan loop ik hier maar rond en zing een liedje, bijvoorbeeld. Doe eens. Dank u wel.